Yo Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. En in deze serie kan jij Pokémon Shield winnen voor de Nintendo Switch. In de 5 video's die ik ga maken over de meest bizarre beschrijvingen over Pokémon in de Pokédex zitten namelijk allemaal Pokémon verstopt die daar niet thuis horen. Misschien heb ik het straks bijvoorbeeld wel over een Pinsir en komt er opeens een Caterpie in beeld. Dat klopt niet. Als jij alle Pokémon gespot hebt in deze 5 video's en je zet het in de reactie onder de 5e video, dan maak je automatisch kans op Pokémon Shield voor de Nintendo Switch. Heb je de vorige 2 video's dus nog niet gezien, ga die dan zeker even kijken, maak een lijstje en kijk natuurlijk ook de volgende 2 video's. En dan gaan we nu snel beginnen aan de 3e aflevering van de meest bizarre Pokémon beschrijvingen in de Pokédex. Kabutops in Pokémon Silver with sharp claws. This ferocious ancient Pokémon rips apart their prey and sucks their body fluids. Oh man, alweer over die lichaamssappen. Dat was in de vorige video ook al. Kabutops is helemaal gek. Die Pokémon is echt een jager. Hij gaat op zoek naar vijanden en dan... En ja, en dan heeft hij dus zijn vijand verslagen. En dan is het gewoon... lichaamssappen. Ja, nou, eet smakelijke Kabutops. Door naar de volgende. 2 beschrijvingen over Golbat. En de eerste daarvan komt ook uit de eerste Pokémon spellen, namelijk Red and Blue. Once it strikes, it will not stop draining energy. En dan staat er tussen haakjes bloed from its victim, even if it becomes heavy to fly. Oké, nu weten we dus allemaal waarom Golbat zo dik is. Hij zet dus zijn tanden in zijn vijand, begint te zuigen en hij stopt gewoon niet meer. Oké, ik weet niet zo goed hoe die dat doet, maar hij doet het. Ja, en daarom is hij dus zo dik en daarom kan hij bijna niet meer vliegen. Ik denk dat Golbat even naar de diëtiste moet. Oké, de 2e beschrijving over Golbat. In Pokémon Gold, however hard its victim's hide may be, oftewel hoe hard de huid van de vijand ook mag zijn, it punctures with sharp fangs and gorges itself with blood. Oftewel, hij gaat helemaal los. Bloed, overal bloed. Dat boeit hem helemaal niet. Als hij maar kan eten. Golbat is gewoon een vampieren-Pokémon. Als ik ooit weer een Golbat ga vangen, dan noem ik hem Dracula. Of Golcula. Of beter nog, ik vang hem gewoon niet, want het is toch geen hele leuke Pokémon. Oké, door naar wel een toffe Pokémon. Pinsir. Met de beschrijving in Diamond, Pearl, Platinum, Black en White. Die heeft overal dezelfde beschrijving blijkbaar. Holy crap, ik lees het nu voor het eerst. It grips prey with his pincers until the prey is torn in half. What it can't tear, it tosses far. Oké, dus hij pakt een Pokémon, zo tussen zijn scharen. En dan blijft hij net zo lang knijpen tot hij gewoon door het midden is. En als hij iets niet door het midden kan knippen, ja, het is geen eens knippen, het is gewoon scheuren. Dan gooit hij hem gewoon ver weg. Pinsir is echt super savage, jongen. What the heck? Oké, Chandelure in Pokémon White. Being consumed in Chandelure's flames burns up the spirit, leaving its body behind. Dus als je in Chandelure's vlammen terechtkomt, dan wordt niet jouw lichaam verbrand, maar je ziel. Dus je lichaam die blijft daar liggen, maar je ziel, je geest, is dan uit je lichaam. Een normaal vuur verbrandt juist je lichaam en dan blijft je ziel wel leven, maar bij Chandelure werkt het dus andersom. Ah, man. Dit is super freaky. Ik ga door naar de volgende. Ik heb 2 beschrijvingen over Victory Bell. En de eerste komt uit Pokémon Yellow. It lures prey with the sweet aroma of honey. Swallowed whole, the prey is melted in a day. Bone and all. Oké, dus als een Victory Bell je opeet, dat doet hij trouwens gewoon in het geheel. Je gaat gewoon zo... Woop. In de Victory Bell. Dat lijkt me echt heel naar. Maar dan word je dus gewoon verteerd in een dag. En niet alleen je huid en zo en je haar. Nee, ook gewoon je botten. Je botten zijn ook gewoon helemaal weg. Victory Bell eet gewoon alles van je op. Ik snap nu wel dat James altijd zo paniekerig doet als hij weer wordt gepakt door de Victory Bell. Oh man, een Victory Bell kan je gewoon in 1 dag van de aarde wipen. Gewoon doei. Ik weet niet wat er allemaal in die Victory Bell zit dat dat lukt. Maar het is daar niet pluis in ieder geval. Oké, de 2e. Die komt uit Pokémon Red and Blue, ook over Victory Bell. It is sad to live in large colonies in the jungle. Er leefden heel veel dicht bij elkaar in de jungle. Although no one has ever returned from there. Dus het wordt wel gezegd, maar ze weten het eigenlijk niet, want niemand is ooit teruggekeerd. Iedereen die daar naartoe ging, is gepakt door een Victory Bell en volledig verteerd. Met bot en al. Ja. Goed verhaal dit. In de eerste video had ik er eentje over Litwick en nu heb ik de 2e over Litwick. Deze komt uit Pokémon White. En bedenk je, het lijken zulke schattige Pokémon, maar dat zijn het helemaal niet. While shining a light and pretending to be a guide, it leeches off the life
of its target. Dus je denkt, oh wat leuk, dit vriendelijke kaarsje dat wil me helpen, dat brengt me naar waar ik naartoe moet. Maar ondertussen, je voelt je een beetje naar worden en je wordt een beetje down en je weet niet zo goed wat er met je is. Maar dat komt door Litwick. Want terwijl Litwick je dus lijkt te brengen van punt A naar punt B, zuigt hij gewoon het leven uit je. Litwick is echt fraude, jongen. Je denkt dat het een leuke Pokémon is, maar Litwick is een van de evilste, meest sneaky Pokémon van allemaal gewoon. Dit is echt niet oké, Litwick. Stop met het sneaky gedoe. Wees gewoon mijn gids. En zuig niet het leven uit mijn lichaam. Oké, Snubbull in Silver en Fire Red. It has an active, playful nature. Oh, dat begint leuk. Het is een hele actieve Pokémon en hij speelt graag met je. Top, dit klinkt leuk. Many women like to frolic with it because of its affectionate ways. Stiekem is het gewoon een beetje een chancebeer. Snubbull heeft een ding met vrouwen. Ik denk dat alle mannen stiekem jaloers zijn op Snubbull. Want de vrouwen gaan helemaal schattig met de Snubbull doen. Ah, oh, je bent zo lief, je bent zo leuk. En dat lijkt er zelfs op alsof die vrouwen een beetje verliefd worden op Snubbull. Snubbull heeft van die maniertjes om vrouwen een beetje in te palmen. Dit is echt een chance Pokémon. Ja, kleine deugd niet. En dan sluiten we deze video af met twee beschrijvingen van Gengar. De eerste komt uit Fire Red. It is said to emerge from the darkness to steal the life of those lost in the mountains. We weten uit de vorige video dat Hunter zijn prooi likt. Die prooi begint te trillen. En die trilt net zo lang tot hij dood is. Gengar die komt dus ook opeens uit het niks. Uit de schaduw. En dan probeert hij dus het leven te stelen van iedereen die in de bergen komt. Jullie weten dat ik Gengar een hele toffe Pokémon vind, hè? Ik begin een beetje te twijfelen. Gengar, ik dacht dat jij gewoon een troll was. Maar je bent gewoon serieus over deze dingen. Jij steelt gewoon het leven van mensen. Of ja, er staan niet echt mensen, maar... of those who are lost. Kunnen ook Pokémon zijn die verdwaald zijn. Ik dacht dat Hunter een soort van puberfase van jou was. En dat als je eenmaal geëvolueerd was naar een Gengar, dat je dan gewoon een troll was. En dat je niet meer zo serieus met dit soort dingen was. Maar je blijft gewoon serieus, Gengar. Gengar, stop hiermee. De laatste beschrijving, want in Pokémon Silver staat dit nog over Gengar. To steal the life of its target. Oké, we blijven hierbij. It slips into its prey's shadow and silently waits for an opportunity. Oftewel, hij gaat zo sneaky in de schaduw van zijn prooi staan, zodat hij niet gezien kan worden. En dan, als een moment daar is... Ik pak je, ik ben een Gengar. Mijn leven is een leugen geweest. Gengar is geen troll. Gengar is echt een hele gemene Pokémon. Ik hou het wel bij Weedles. En bij Caterpies. Deze Pokémon zijn veel leuker dan Gengar. Anyway, dit was het einde van de video. Als het goed is, heb je weer Pokémon gezien die helemaal niet thuis horen in dit verhaal. Schrijf ze op. Of onthoud ze. Misschien heb je wel een fotografisch geheugen. En plaats een reactie onder de vijfde video in deze serie. Met alle Pokémon die je gezien hebt in deze serie. Die hier eigenlijk niet thuis horen. Like al deze video's. Abonneer ook zeker even op mijn kanaal, want anders maak je geen kans. Maar als je dat allemaal doet, dan maak je kans op Pokémon Shield voor de Nintendo Switch. Nogmaals, doe een blauw duimpje omhoog, abonneer en wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!